Goedemiddag allemaal, jongens en meisjes, dames en heren. Welkom bij de FC Groningen Junior Club Mega Bingo. Mijn naam is Dani. Je kent me misschien van de Junior Club, je kent me misschien van de trainers en profactiviteiten. En vandaag ben ik hier om met jullie een bingo te spelen. En ik heb ervoor nog iemand meegenomen, die gaat zichzelf even voorstellen. Ja, mijn naam is Lars. Jullie kennen mij misschien wel van de scholentour. Dat ik bij jullie op school een voetbalglimps heb gegeven. Vandaag ga ik ervoor zorgen dat jullie snel bingo zullen krijgen. Hier zijn wel enkele regels voor. En zo Daan even uitleggen. Yes. Nou, jullie hebben allemaal als het goed is, of via de mail of via de post, deze bingo-kaart hebben jullie thuis gekregen. En hiermee gaan we de bingo spelen. Er zitten een paar regels aan verbonden. Die heb ik als het goed is ook naar jullie opgestuurd. Alleen die wil ik toch nog even kort vertellen en uitleggen. Waardoor we toch zo goed mogelijk, zo snel mogelijk bingo kunnen halen. Je hebt dus thuis een aantal bingo-kaarten gekregen. Nou, voor elke ronde die we spelen drie, kun je één bingo-kaart gebruiken. Nou, we spelen straks drie grote rondes en in die grote rondes hebben we ook wat kleinere rondes. We spelen straks in de eerste grote ronde, beginnen we met een horizontale rij. Dus als jij op de horizontale rij alle cijfers hebt, dan heb jij bingo. Daarna spelen we voor twee verticale rijen. En wat ik er niet bij heb gezegd, is dat het maakt niet uit welke horizontale rij of welke verticale rij. Het maakt niet uit als je maar een horizontale in de eerste ronde, in de tweede ronde twee verticale. En natuurlijk in de laatste kleine derde ronde spelen we voor de volle kaart. In het midden heb je een Grobi logo. Deze krijg je cadeau van ons. Dus dat is de eerste, die kan je nu al, als het goed is, al wegstrepen. En dan gaan we kijken hoe snel jullie bingo gaan krijgen. Nou, waar spelen we voor? Ik begin natuurlijk met de mooie hoofdprijzen die al bekend zijn gemaakt. Via onze Facebook. Waarvoor we spelen voor de hoofdprijs is een Nintendo Switch. Een gesigneerd FC Groningen Arjen Robben shirt. En deze waren zijn niet meer te krijgen, dus deze is heel speciaal. Ik leg hem even terug. Twee seizoenkaarten. Voor jou en je broer, of voor jou en je vader of moeder. En deze is iets kleiner, maar een hele grote trampoline van ongeveer 2,5 meter. En als je een mooie tuin hebt, dan kun je daar heel veel plezier aan beleven. Vervolgens hebben we ook nog, dit zijn dus de hoofdprijzen. Dit zijn er vier, er zijn drie hoofdprijzen te winnen. Dus hierin kun je het kiezen. Voor de wat kleinere rondes hebben we wat verschillende kleinere prijzen. Ook wel mooie, maar wel kleinere prijzen die te winnen zijn. In de eerste ronde spelen we voor de prijzen aan deze kant. Dus in de eerste grote ronde spelen we voor de prijzen aan deze kant. Nou, die ga ik even heel kort benoemen. Dat is een officiële FC Groningen bal. Een Play-Doh klei tandarts set. Een Playmobil dierentuin set. Een 4x4 noemen ze dat, bestuurbare auto. Een FC Groningen dekbed. En als je wat jonger bent is dat heel leuk, een kleurset. Nou, dat zijn even de prijzen voor de eerste grote ronde. Straks wordt verteld welke de prijzen zijn voor de kleinere ronde. En als we voor de volle kaart spelen, spelen we voor één van de vier grote hoofdprijzen. Nogmaals, je kan per ronde voor de kleinere hier wat één van deze prijzen uitkiezen. En voor de hoofdprijzen kun je één van die vier prijzen uitkiezen. Ja, we gaan dus zo spelen voor de eerste kleine ronde voor de horizontale rij.
Als jullie dan nog vragen hebben of iets in die richting, we hebben een chat op de YouTube, op het YouTube kanaal, zit volgens mij naast jullie scherm. En daar kun je vragen stellen. Die worden dan ook gelijk zo snel mogelijk beantwoord. Heb je nou bingo, dat is het laatste wat ik vertel, dan kunnen we beginnen. Heb je nou bingo, als het goed is heb je een telefoonnummer waar je naartoe kan bellen. Als jij naartoe belt, neemt er even iemand op. Degene die als eerste belt, en hoe vervelend dat soms ook is, dat je net niet als eerste bent. Degene die als eerste belt en die komt erdoor, wordt er opgenomen. Wordt er uitgelegd wat er moet gebeuren. Dat zal ik even heel kort doen. De bingo wordt gecontroleerd. Daarbij moet je even je naam en je lidnummer bij de hand hebben. En natuurlijk je bingo kaart, want we moeten controleren welke cijfers je hebt. Dus dat is even in het kort wat er moet gebeuren als je bingo hebt. Degene die opneemt, die bespreekt dan alles even met jou of met je ouders door. Ja, zorg even bij dat je er even kort bij zit en ook echt meteen alle informatie kan benoemen, want dan kunnen we snel door. Yes? Ik denk we moeten beginnen, luisteren of niet? Ik denk het ook. Ik heb alweer te veel gepraat. Zijn we er klaar voor? Mooi. Dan gaan we beginnen. Het eerste nummertje is nummer 68. Ik herhaal, dus nummer 68. En begin maar gelijk met strepen als je deze hebt. Even kijken, nummertje 68. Hier. Ja? Ja, zeker. Je mag van mij doordraaien hoor. Dan hebben we tempo erin. Volgend nummer is nummer 56. 56. Zeg hem maar, Las. Nummertje 34. Nummertje 34. Even kijken. Volgende nummer is nummer 15. Dat is van een speler die bij ons in het team zit. Gabriel Gudmundsson. Nummer 15. Even kijken, waar is dat? Lars, je mag van mij absoluut meteen door. Oké, dan is het volgende nummer 35. Nummer 35. Yes. Volgend nummertje is nummertje 57. Nummer 57. En het nummertje van daarna komt is 36. Nummer 36. Heeft hem mij door, hartstikke bedankt. Nummertje 65. Net als 56, nu is 65. Andersom. En het volgende nummer is nummer 52. Over mij, dankjewel. Volgend nummertje is nummertje 75. Ja. Volgend nummer is nummer 48. Ik herhaal nummer 48. Het volgende nummer is nummer 60. Nummer 60. Nou, als je al bijna bingo hebt, mag je dat natuurlijk gewoon in de chat aangeven. Ik ben benieuwd hoeveel iedereen nog moet. Het volgende nummer is nummer 58. Nummer 58. Het volgende nummer is nummer 20. Ook als we te snel gaan, geef dat aan in de chat, dan kunnen we daar in ieder geval rekening mee houden. Ja, en het volgende nummer is nummer 38. Nummer 38. Nummer 38. We hebben een beller. Ik ben benieuwd wat het gekomen is. Het wordt even gecontroleerd. Ondertussen laten we even een video zien. En dat is een van onze activiteiten. Misschien zie je jezelf daar wel in terug. Dus wij zijn zo terug. We zijn aan het controleren. Momentje. Nu zijn we er.
Yes, en daar zijn we weer. Ik heb hier aan de lijn Tim. En Tim heeft bingo. Het is gecontroleerd door, mijn collega Yannick. Die heeft ervoor gezorgd dat, dat alles klopte. En Tim, gefeliciteerd. Alsjeblieft, Tim. Alsjeblieft, Tim. Hey, Tim, we hebben een aantal prijzen, heb ik net opgenoemd. En die zal ik even nu nog even snel voor je opnoemen. En dan kan je eentje uitkiezen. Ja, al weet je dat. Nee, dat zal ik je nog één keer opnoemen. Ja, we hebben een, ik zal het even filmen voor je. We hebben een FC Groningen bal. We hebben een bestuurbare auto. Een Play-Doh tandarts set. Een Playmobil set. Een FC Groningen dekbed. En de speeltafel. Waar kies je voor? Welke wil je? Ja, dat is een FC Groningen bal. Klopt. Ja, zeker. Dan Tim, dan bewaar ik die voor je. En bij deze gefeliciteerd. Ja? Heel goed. Dan geef ik jou nu mijn collega Yannick weer. En dan gaat die alles met jou verder bespreken. Goed? Yes, alsjeblieft. En heel mooi, heel mooi. Ze gaan verder met Yannick gaat verder met Tim. En hij is nog even aan de telefoon. We wachten daar heel even kort op. En dan gaan we beginnen met verder voor de bingo. Voor de twee verticale rijen. Laat ik nog even zien welke dat zijn. We spelen straks dus net als de horizontale rij. We spelen nu voor twee verticale rijen. En ik heb van de mensen in de chat begrepen dat we wat rustiger moeten praten. En wat minder snel de ballen moeten rollen. Dus dat gaan we ook zeker doen. We gaan verder, Lars. Ja. Het volgende cijfer is nummer 74. Ik herhaal, het is nummer 74. En we geven je nu even de tijd om even wat iets beter af te kunnen strepen. Het volgende nummer is nummer 41. Nummer 41. En je ziet nu ook even op de achtergrond, wordt er meegestreept. Dan kun je even nog beter kijken. Wordt af en toe door de cameramannen wordt er even ingezoomd. Op de kaart, zodat je kan zien welke al zijn geweest. Het volgende nummer is nummer 72. Het volgende nummer is nummer 27. Die is van Thijs Dallinga, die afgelopen seizoen heeft gespeeld, zijn debuut heeft gemaakt en die gaat nu naar Excelsior. 27 hier. We hebben een beller, dus we gaan weer even naar het filmpje en dan gaan we even kijken voor de bingo. Momentje. Even voor we live gaan, hoor.
Daar zijn we weer. Het was een valse bingo. We hebben afgesproken dat het volgende keer gezongen wordt. Dus we gaan gewoon lekker verder. Lars. Het volgende nummer is nummer 14 van onze linksbuiten. Patrick Joosten. Het volgende nummer is nummer 69. Het volgende nummer is nummer 44. Nummertje 21. En welke speler is dat nummer, Dani? Die is van Alessio Da Cruz. En als jullie weten welke positie hij staat, zet dat even in de chat. Het volgende nummer is van onze nummer 3, onze linker centrale verdediger Bart van Hintem. Nummertje 31. Het volgende nummer is nummer 40. Ik herhaal, het volgende nummer is nummer 40. Nummertje 22. Nummer 22. En Lars, wat is jouw favoriete nummer? Mijn favoriete nummer? Ja, favoriete nummer. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. En waarom nummer 2? Geboortedatum, hè? Is geboorte. Oké. Nummer 2. Dat is wel een mooie. Jou. Het volgende nummer is nummer 70. Ik herhaal nummer 70. En we hebben een beller, dus we zetten jullie heel eventjes in de wacht en dan gaan we kijken of de bingo correct is. Yes, en daar zijn we weer. Dit was ook weer een vaste bingo. Ik zal nog even heel kort uitleggen waarvoor we spelen, want dat is volgens mij nog iets onduidelijk. Ik pak de bingo-kaarten weer even bij. We spelen voor 2 verticale rijen. Dus niet 1, maar 2. Verticaal is van onder naar boven, of van boven naar onder natuurlijk. Dus we spelen voor 2 verticale rijen. Nou, zoals je hier ziet is nummer 2 is aangekruist, of ingekleurd. Nummer 2 is nog niet geweest. Ja, nummer 2 is nog niet geweest, dus daar wachten we nog even op. En dan gaan we denk ik gewoon verder, Lars. Ja, dat denk ik ook. Het volgende nummer is nummer 62. Nummer 62. Het volgende nummer is nummer 8 van onze middenvelder Sam Schrek. We gaan door met nummer 33. Nummer 33. En we hebben een beller.
We gaan kijken of de bingo goed is. En we zijn weer terug. Vele valse bingo's vandaag. Als je nou niet zeker weet of je bingo hebt, bel even als je echt er zeker van bent, want dan kunnen we ook gelijk door. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder. En hopelijk is de volgende bingo wel goed. Ja, en we gaan verder met nummertje 49. Het volgende nummer is nummer 23. Ik herhaal nummer 23. Het volgende nummer is nummer 5. Het nummer van Ko Itakura. Onze centrale verdediger, hè? Uiteraard. Wist je dat Ko speler van het jaar is geworden, Lars? Ja. Oh, mooi. Maar dat is goed. Dat is goed voor jou. Ja. Heel goed dat je dat weet. Volgende nummer is nummer 46. Dus als je nummer 46 hebt, streep deze ook meteen weg. En misschien heb jij zo wel bingo. Nummertje 13. En ik ben wel benieuwd naar hoeveel jullie nog moeten. En dat wordt zo door mijn collega's aan de zijkant verteld hoeveel je nog moet. Dus zet even in de chat hoeveel je nog moet en dan kunnen we even kijken wie er heel dichtbij zit. En het volgende nummer is nummer 37. Nummer 37. En het volgende nummer is nummer 7 van onze middenvelder Ramon Pascal Lundqvist. Ik herhaal nummer 7. We gaan door met nummertje 43. Nummer 43. En het volgende nummer is nummer 39. En ik hoor ondertussen, wanneer ik 39 neerleg, dat we een beller hebben. Dus ik ben zeer benieuwd.
Yes, en daar zijn we weer. En de bingo die is gecontroleerd en die is goed. En ik heb hier Stijn Veenstra, dat is de winnaar. Heel goed, gefeliciteerd Stijn. En weet Stijn al welke prijs die wil? Nee, dat weet ik niet. Dan ga ik even de prijs opnoemen. En als dan even met Stijn overleg kan worden welke prijs die wil, dan kunnen we dat even rondmaken. Ik heb nog over de FC Groningenbal. Een Play-Doh klei set, een tandarts. Een heel groot Playmobil pakket, een FC Groningen dekbed of een heel groot kleurset met verschillende kleuren kleurdingetjes. FC Groningenbal. Dan gaan we voor de FC Groningenbal. Ik wens zijn gefeliciteerd en dan gaan we verder. Misschien valt hij nog kinderprijzen. Ja, ik geef Yannick weer even en dan die geeft de overige informatie weer door aan jullie. Ja, oké. Okay. Oké, nou, dan ondertussen gaan we verder. Dan ga ik alvast uitleggen waarvoor we gaan spelen. We spelen zo verder voor de volle kaart. Dus de volle kaart, dus straks als je bingo hebt, moet je alle cijfers die op de kaart staan moeten ingekleurd zijn. Ik zal ze opnoemen, Lars zal ze opnoemen. Ze staan ook hier achter op het scherm, wat af en toe ook in het beeld zal verschijnen. En dan gaan we verder spelen. En we spelen verder met een nummertje 25. Nummer 25. Nummer 25 is net geweest. Ook voor Stijn die nog aan de telefoon zat. Nummer 25. Het volgende nummer is 59. Ik herhaal 59. Hiervoor was dus 25 en nu 59. Gaan we door met nummer 28. Nummer 28. We hebben wel heel wat cijfers, zie ik. Benieuwd wie de volle kaart gaat pakken. Wat spannend. En het volgende nummer is nummer 26. Een nummer van Daniel van de Daniel Kaam. Van Kaam. En ja. Daniel van Kaam, weet je wat er met Daniel van Kaam is vandaag? Die is jarig. Die is jarig, hè? Ja. Weet je ook hoe oud hij is geworden? 21? Ja, 21 heb je heel goed. Heel goed. Hij is vandaag 21 geworden. Gefeliciteerd, Daniel. En het volgende nummer is nummer 24.
nummer 24. Nummertje 54. Nummer 54. En in deze ronde spelen we voor één van de hoofdprijzen. Ik herhaal ze even. De Nintendo Switch, een gesigneerd Arjen Robben shirt, twee seizoenkaarten of de reuze trampoline. Het volgende nummer is nummer 12. Nummer 12. Yes, het volgende nummer is nummer 9 van onze spits, Jurgen Strand Larsen. Ik herhaal nummer 9. Gaan we door met nummer 17. Nummer 17. Het volgende nummer is nummer 66. Nummertje 66. We gaan door met nummer 45. Nummer 45. Het volgende nummer is nummer 50. Nummer 50. Kijk, hier moet hier. Nummertje 63. Het volgende nummer is nummer 32. Nummertje 32. En het blijft aardig stil bij de telefoon, dus ik denk dat we nog geen bingo's hebben, maar er zijn nog maar een paar te gaan. Het volgende nummer is nummer 6. Nummer 6 is van onze tweede aanvoerder, Azor Matusiwa. Gaan we door met nummertje 16. Nummer 16. Het volgende nummer is het nummer van onze mascotte. En Lars, weet jij welk nummer dat is? Nummer 71. Nummertje 71 van onze mascotte, Groby. Nummertje 19. Ik ben benieuwd hoeveel mensen al bijna bingo hebben. Ja, ik was waar zou jij voor kiezen, Lars? Ik, hè? Ik zou voor het gesigneerde Arjen Robben shirt gaan. Jij zou voor het Arjen Robben shirt gaan? Oké. Mooi. Mooie keuze, mooie keuze. Ja. Het volgende nummer is nummer 67. En we hebben een beller voor de volle kaart. En die gaan we even controleren, dus een klein momentje. We'll be right back.
Yes, en daar zijn we weer. En we hebben een winnares, mag ik zeggen. Wat is jouw naam? Milou. Hey, Milou. Haar bingo was goed. Dus die hebben we allereerst gecheckt. En Milou, weet je al wat je wil? Milou kiest voor de seizoenkaart. Hele goede keuze. Gefeliciteerd. Ik geef zo de telefoon terug aan mijn collega Yannick. En die gaat even de rest met jou regelen. En nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Ja? Oké, hier komt Yannick weer. Hey, dit was het einde van de eerste grote ronde. We gaan zo verder. Na een korte pauze voor de tweede grote ronde. Waarin we weer gaan spelen voor de horizontale rij, voor de twee verticale rijen en natuurlijk eindigen we weer met een volle kaart. Ik zal hier straks niet meer zijn in de volgende ronde, Lars ook niet. We worden straks vervangen door twee hele leuke collega's en dan zien we misschien jullie straks alweer in de laatste ronde. Veel succes! Stuurt in één beweging Suarez diep. Maar Stam en Stekelenburg letten goed op. Dat wil zeggen, ze letten niet goed op. Suarez profiteert. Geen buitenspel voor Lovren. Letland kiest positie bij de eerste paal. Daar komt Suarez dan achter. En die zorgt voor de 3-1. Die bal heeft niet voldoende snelheid en Suarez gaat het beslissen in Galgenwaard. Opnieuw een fout van Dikko. Silva, voorzet en de vrije man is Luis Suarez en die schiet binnen. Daar is hij bijna, maar hij doet het niet goed. Suarez met een 2-0! Levchenko, dat is handig gegeven. Luis Suarez, oh, wat maakt hij goed ruimte voor zichzelf. En het scoort weer twee goals tegen Vitesse. Silva. Suarez, nu niemand voor zich in de verstelling van Suarez. En de goal van Suarez. Door, komt de bal de verkeerde kant op, Suarez. Suarez in de 16, Suarez! Ja! De Linde. Suarez, daar is hij voor het eerst. Suarez, schiet maar zelf. Oh, Luis Suarez. Een mokerslag. Lovren wil hem hebben. Sanko kiest voor de diepe bal richting Nefland. Suarez. Ja!
Hallo allemaal, leuk dat jullie meedoen aan deze bingo. Mijn naam is Pien, ik ben een collega van mijn collega's van net, Dani en Lars. Vandaag hebben wij een speciale gast. Mag ik voor jullie thuis allemaal een applaus, de enige echte, Groby. Hallo Groby, leuk dat je er bent, high five. Welkom bij de bingo. Aan welke kant gaan wij vandaag de prijzen uitdelen, Groby? Aan deze kant, goed zo. Zoals jullie kunnen zien hebben wij een mooie step. Een mooie echte eredivisiebal. Een mooie FIFA 21. Een toffe Mario Kart Deluxe. Een toffe Duplo met dierentuindieren erin. Een mooie schoolset met een echte drinkfles van FC Groningen. Een echte Monopoly Junior. En een toffe kasteel. Oké, we gaan beginnen. In de eerste ronde gaan we los, net als net. Dus we pakken weer een nieuwe bingo kaart. Gaan we beginnen met een horizontale lijn van links naar rechts. Dus pak allemaal als je thuis zit een nieuwe bingo kaart. Dan gaan we beginnen. Groby, wil jij van mij aan het rad draaien? High five, let's go! Daar gaan we. Ho, ho, ho. Groby, wat doe je nou? Wat doe je nou? Dit kan toch niet? Al die mooie cadeaus op de grond. Wat doe je nou? Hebben we alles er weer op liggen? Nee, alleen deze bal nog. Oh, 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 oh. Groby, Groby, Groby. Foei, foei, foei. Maar we kunnen weer. Let's go. Oh. De eerste bal is nummer 11. Nummertje 11, nummertje 11. Oh, gaat hij weer? Ja, goed zo Groby, goed zo Groby. Daar gaan we naar de volgende. Iets rustiger draaien Groby, dit gaat wel een beetje hard. Dit gaat wel een beetje hard. Nummertje 46, 46. 46. De tweede bal, ik ga hem even zoeken, nummertje 46, hier zo. De tweede bal, nummer 60, nummer 60. Let's go, let's go. De vierde bal, nummer 21. Daar gaan we. Nummertje 67. Gaat goed, Groby. Doe je dit vaker? Ja, dat dacht ik al, dat dacht ik al. Nummertje 42. 42. Nummertje 48. Nummer 48. Rustig, Groby, rustig, rustig. Anders kunnen die kinderen thuis dat niet zo snel volgen. Je moet een beetje rustig aan doen. 30, nummertje 30. Toen mag Groby, hoor, het mag wel weer. Ja, ja, nu kan het weer. Goed zo. Netjes. Nummertje 72, 72. Daar gaan we. Nummertje 20, nummertje 20. Nou, er zou al bijna één horizontale lijn bingo kunnen zijn. Hè, Groby? Gaan we verder? Nummertje 73. Nummertje 5, nummertje 5. Oh, er ligt alweer één, Groby. God, wat ben je weer snel vandaag. 27. Nummertje 27. Ja, ja, Groby, ik weet wel dat je me lief vindt. Daar gaan we. Nummertje 39. Ik herhaal 39. Gaat het goed? Goed zo.
Nummertje 75. 75. Hier zo. Daar gaan we. Ja, we hebben een beller. Dus we doen jullie even op stop. Jullie krijgen een leuk filmpje van ons te zien. En dan zijn we zo meteen weer terug. Hallo allemaal, welkom terug. We hebben een bingo en de winnaar is Leon. Leon, heb je al een leuk cadeau uitgezocht? Ja, ridderster. Ja, helemaal goed. Leon, kies de step. Super. Staat in. Kijk. Oké. Nu moeten we verder. Ja, oké. Helemaal goed. Dan gaan we verder. Het eerste nummertje is nummer 19. Nummer 19. Kom op, Groby. Draai aan het rad. Nummertje 45. 45. Let's go! Nummertje 37. Ik herhaal, 37. Nummertje 70. Nummer 70. We komen wat dicht bij jouw nummer, Groby. Ja, we komen steeds dichterbij. En het volgende nummer is 74. Oh, Groby, niet te hard draaien. Oh, zo vliegen de balletjes er toch uit.
We gaan verder. Nummer 31. Nummer 31. Nummertje 6. Nummer 6. Nummer 13. Nummer 13. Oh. Nummer 15. Nummer 15. Oh, oh, oh. En de volgende alweer. Nummer 44. We hebben een beller. We hangen jullie heel even op en we komen zo meteen weer terug. We zijn hier vandaag bij de landelijke nationale Wacom Beweegdag. En daar gaan we samen met Ouderfonds en Mensis vele ouderen in beweging brengen. Wij merken in ons verzorgingsgebied van SC Groningen dat er steeds meer ouderen wonen, maar ook minder bewegen. En wij hebben als doelstelling bewegingsarmoede oplossen in Noord-Nederland. Dat willen wij daarmee zeggen. Wij willen in onze regio meer en beter bewegen stimuleren. En hoe mooi je kunt krijgen op zo'n mooie dag met deze ouderen bij 120 man hier op het veld en op het balkonnetje staan. Dat is gewoon één grote happening. Helaas, helaas. Het was een valse bingo. Wat ik nog niet had verteld is dat we spelen voor twee verticale rijen. Dus het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld de eerste rij hebt of de achterste rij of twee in het midden. Dat maakt niet uit, maar het gaat om twee verticale rijen. Dan gaan we nu verder, Groby. Ben je er klaar voor? Let's go! Het volgende nummer is nummer 28. En daar is de volgende alweer, nummer 25. Nummer 56. En draaien, Groby. Let's go. Nummertje 55. En het volgende nummer is 26. En we horen van de chat dat we iets rustiger aan moeten. Dus Groby, we moeten iets langzamer draaien, want anders gaat het iets te snel. We gaan door naar het volgende nummer. Groby, even spanning, spanning, spanning. Nummer 4. Let's go. Andere kant op, Groby. En het volgende nummer is nummer 29. Nummertje 29. Nou, Groby, het duurt wel lang met die bingo, vind je niet? Ja, ja. Laat ons even in de chat weten hoeveel cijfers jij nog moet hebben.
Dan kunnen we dat een beetje bijhouden. Het volgende nummer is nummer 47. Let's go! Ga je dansen, Grobi? Net was nummer 47, dan gaan we nu door naar nummer 51. En de volgende. Nummertje 52. Let's go, let's go. High five, Grobi, gaat goed. Het volgende balletje komt eraan. Nummer 12. Nummertje 12. En we gaan door. Nummer 32. Bellen? Gaan we bellen? Is er een beller? Nee, die Grobi, er is nog geen beller. We moeten nog even wachten. We hebben een beller. Grobi wist het. Grobi wist het. We laten jullie heel even weer een filmpje zien en we komen zo meteen weer bij jullie terug. We hebben een bingo. Ik heb Jona aan de telefoon. Jona, welk cadeautje had jij graag gewild? We hebben nog over een mooi kasteel, een mooi schoolpakket. We hebben nog een Mario Kart of een FIFA 21. Een mooie Duplo
of de Monopoly of een echte eredivisiebal. Welke mag het worden? De bal, dan komt de bal jouw kant op. Dan ga ik je nu teruggeven. Alsjeblieft. Ben je aan het dansen, Groby? Heb je er zin in? Goed zo. Dan gaan wij nu door spelen voor de volle kaart. Dus alle vakjes moeten nu vol. Daar gaan we. Groby, let's go. De eerste bal ligt al klaar. Het eerste nummertje is nummer 23. 23, nummer 23. Oké, let's go. Let's go. Het volgende nummertje is 49. Nummer 49. Het volgende nummer is 58. Nummer 58. Daar gaan we. Het volgende nummer is nummer 2. Nummer 2. Oeie. Yeah. Het volgende nummer is nummer 57. Nummer 57. En het volgende nummer is nummer 66. Nummer 66. Het volgende nummer is nummer 68. Nummer 68. En het volgende nummer is nummer 9. Dit is nummer 9. Let's go. Het volgende nummer is nummer 3. Nummertje 3. Nummer 3. En het volgende nummer is nummer 8. Nummer 8. En het volgende nummer is 71. Groby. Komt je dit getal ook bekend voor? Dit is jouw nummer. Nummer 71. Bellen. Nee, er is nog geen bingo, Groby. Er is nog geen bingo. We moeten nog heel even wachten. We moeten nog heel even wachten. En het volgende getal is nummer 22. Nummer 22. Nou, Groby, ik denk wel dat het bijna bingo is, want de bak is bijna leeg. Ja. Oh, oh, oh. En de volgende nummer is 41. En het volgende nummer is nummer 17. Nummer 17. En het volgende nummer is nummer 61. Nummertje 61. Gaat goed, Groby. Daar gaan we. En het volgende wel is 69. Nummer 69. En het volgende nummer is nummer 50. Nummertje 50. Gaat het goed? Daar gaan we. Nummer 62. Nummertje 62. Nee, nog steeds geen bingo, Groby. Nog even wachten. En
En het volgende nummer is nummer 38. Nummertje 38. En we gaan door. En het volgende nummer is 65. Nummertje 65. En het volgende nummer is 54. Nummer 54. En we gaan door, Gobi. We moeten door. Nog een paar balletjes. En het volgende tal is nummer 24. Nummer 24. Ja, nog een keer, Gobi. We moeten nog een keer draaien, want er is nog geen bingo. Helaas, helaas. En het volgende getal is nummer 63. Nummer 63. Ja. En het volgende getal is 53. Nummer 53. Let's go! Het volgende getal is 64. Nummer 64. Jongens en meisjes thuis, laat ons eens even in de chat weten hoeveel balletjes jullie nog moeten. Ik hoor nog 2, nog 4, nog 3. Het wordt wel spannend nu. Nou, kom Gobi, we moeten door. Let's go! En de volgende, de spanning stijgt, want de bingo komt dicht in de buurt, is nummer 14. Nummer 14. We hebben een beller, misschien een bingo. We doen jullie even in de wacht en we komen zo meteen bij jullie terug. Helaas, helaas, het was een valse bingo. Heel jammer, Gobi, maar we moeten nog heel eventjes door. Daar gaan we weer. En het volgende nummer, misschien is dit wel jouw nummer om bingo te krijgen, is nummer 7. Nummer 7. Nummertje 7. Nou, Gobi, volgende balletje. Laat maar komen. En het volgende nummertje is nummer 40. Nummer 40. Nou, Gobi, het duurt wel lang, hè? Vind je niet? Ja, het duurt wel een beetje lang. Heel veel succes jullie thuis. Daar komt het volgende balletje aan. Het volgende balletje is nummer 1. Nummer 1.
We hebben een beller, misschien een bingo. Dus we zetten jullie heel even op pauze en we komen zo meteen bij jullie terug. We hebben een bingo. Ik heb Milan aan de telefoon.
En ik ga eens eventjes de prijzen voorleggen. We hebben een mooie grote trampoline. We hebben een voetbalshirt met een echte handtekening van Arjen Robben erop. En de Nintendo Switch. Milan, welke prijs had jij graag gewild? De Nintendo Switch. De Nintendo Switch, dan komt die jouw kant op. Dan ga ik je nu teruggeven aan mijn collega. Dit was de laatste ronde van deze bingo-kaart. We gaan nu even een korte pauze doen en daarna gaan we door met de laatste ronde. Dus pak alvast een nieuwe bingo-kaart erbij. Ga alvast klaarzitten en dan komen we zo meteen bij jullie terug. Als FC Groningen zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Zo werken we al jaren samen met Feestvuur Groningen. Zijn we samen gaan kijken wat we kunnen doen om nieuwe activiteiten te organiseren, maar ook nieuwe concepten te ontwikkelen. Nou, en vanuit dit is het FC Groningen Springkusten Festijn naar voren gekomen, waarin we vele dingen hebben. Nou, waar gaan we ze mee naartoe nemen? Natuurlijk naar al onze trainers en profactiviteiten. Natuurlijk ook als wij in de wijk zijn. Dus we proberen de springkussens mee te nemen om uiteindelijk zo'n leuk mogelijke activiteit te hebben. We hebben ook natuurlijk een tak met de juniorclub waarbij we een groot aantal leden hebben. Waar we ook verschillende activiteiten, zowel beweegactiviteiten, voetbalactiviteiten, maar ook nog andere leuke activiteiten voor faciliteren. En daarbij kan de samenwerking met Feestverhuur en de dingen die zij faciliteren ook echt bijdragen aan een leuk evenement en activiteit naast het voetbal natuurlijk voor alle kinderen. Zoals je ziet op al onze springkussen staan onze mascotte Groby. Groby is de mascotte van Groningen, is ook het gezicht van de juniorclub. En is aanwezig bij alle activiteiten en is een extra stimulans en de mascotte die overal bij aanwezig is. Ben jij geen lid van de juniorclub, maar wil je wel gebruik maken van het springkussen, het dartboard, het trio Pannaveld, meld je dan snel aan via de website en hopelijk tot snel. En daar waren we weer. Ik heb inmiddels Groby vervangen. Pien en ik doen even de laatste ronde. De laatste grote ronde. En dan zit de bingo alweer op. Waar spelen we nou voor? We beginnen gewoon weer bij de bingo-kaart. We spelen voor een willekeurige. Dus het maakt niet uit welke horizontale rij. Het gaat dus om één horizontale rij van links naar rechts. En we spelen voor de rondeprijzen. En nu mag er gekozen worden uit of de prijs aan de linkerkant of een van de prijzen aan de rechterkant. Kijk er even goed naar. Kijk al welke je wil. En hopelijk als je bingo hebt kun je er één uitkiezen. De hoofdprijzen blijven natuurlijk voor de laatste ronde voor de volle kaart.
Er is nu nog een trampoline en een gesigneerd Arjen Robben shirt. En voor de ronde prijzen, voor de horizontale en de twee verticale rijen spelen we voor de, of de linkerkant of de rechterkant. Yes? Zullen we beginnen? Let's go! Yeah, let's go! Goed. Het eerste nummer is nummer 33. Nummer 33. Het tweede nummer is nummer 4. Nummer 4. Weet je ook van wie nummer 4 is? Welke speler? Ja, dan moet ik eigenlijk even een beetje afkijken van Wessel Dammers. Heel goed, heel goed, heel goed. Goed dat je wel speakbriefje hebt, dat is heel mooi. Het volgende nummer is nummer 35. Nummer 35. Het volgende nummertje is nummer 39. Nummer 39. En als we te snel gaan, geef dat zeker aan in de chat, want dan houden we er zeker rekening mee. Ik zal hem alvast wat langzamer draaien. Ja, en het volgende nummer is nummer 25. Nummer 25. Goed. En het volgende nummer is nummer 21. Nou, meneer Dani, van welke speler is dit nummer dan? Alessio da Cruz. Helemaal goed, helemaal goed. En we gaan verder. En het volgende nummer is nummer 1. Nummer 1. Weet je ook voor wie nummer 1 was? Ik klap het al een beetje, hè? Bas. Volgens mij van Sergio Pat, hè? Zeker, zeker, zeker. Sergio Pat is naar Ludo Goretz gegaan. Die heeft ons verlaten sinds dit seizoen. Dus, helaas, helaas. Veel succes. Helaas. Nummer 41. Nummer 41. En het volgende nummer is nummer 36. Nummer 36. En we gaan door naar nummer 46. Nummer 46. En welke zou jij nog kiezen? Als jij nu één mag kiezen. Uit de cadeaus? Uit alle cadeautjes. Uit alle cadeaus? Ja, dan zou ik toch wel voor het gesigneerde shirt gaan. Super tof. Als ik uit alle cadeaus mag kiezen, ja, dan had ik die gekozen. Jij dan? Ik zou, moet ik even goed kijken. Shirt is heel tof, maar ik vind ook wel Playmobil of toch wel het schoolpakket. Dat is ook, leuk. Super tof. Kun je mee naar school tof. Nemen? Dat ze doen naar school. Broodtrommel, beker, tas. Ja, op de fiets heb je nog een Groningen tas. We gaan door naar het volgende nummer. Nummer 50. Nummer 50. En het volgende nummer is nummer 27. Nummer 27. We krijgen een seintje dat het te snel gaat aan de zijkant. Dus, we gaan iets langzamer. Kijk, dat wil boos. Dus we moeten echt rustiger aan doen. Het volgende nummer is nummer 2. Nummer 2. Van welke speler is dat? Damiel Dankerlui, onze rechtsback. Of wingback noemen ze dat tegenwoordig, hè, want hij speelt over de hele flank. Dus, En het volgende nummer is nummer 11 van Mo El Hankouri, onze links, left wing, winger noemen ze dat, hè? Linker vleugel aanvallen, verdediger, ook over de hele flank. En het volgende nummer is nummer 61. Nummer 61. We hebben nog geen beller. Nee. Geen beller. Ben benieuwd. Misschien bij deze. Nummer 14 van Patrick Joosten. En het volgende nummertje is nummer 24. Ik ben wel benieuwd wat iedereen thuis nog wil. Dus laat het even in de chat en dan horen wij zo wat jullie willen. En we hebben een beller volgens mij. Dat jullie heel eventjes in de wacht en dan gaan we kijken of de bingo goed is.
En we zijn weer terug. De bingo klopt. Dus, en ik heb Lucas aan de lijn. En Lucas en bingo was dus goed. Dus Lucas, gefeliciteerd. En ik, alsjeblieft. En ik heb Lucas net ook al een beetje gesproken. Dus ik had al een beetje met hem overlegd van wat hij zou willen. Dus Lucas, wil je nog één keer zeggen welke prijs je wil? Nou, Lucas kiest voor de Playmobil Dierentuin. Nou, gefeliciteerd Lucas. Ik geef jou even weer terug aan Yannick. Dan gaan we verder spelen en dan gaan we verder met de bingo, goed? Alsjeblieft. Gaan we verder? Dan gaan we verder. We gaan verder. Het eerste volgende nummer is nummer 8. Nummer 8. En het volgende nummer is nummer 38. Nummertje 38. En we spelen nu, voordat we verder gaan, goed om te benoemen, we spelen nu weer voor de twee rijen van onder naar boven. Dus dat is verticaal, van onder naar boven of van boven naar onder natuurlijk. Maar het gaat dus om twee rijen verticaal. Het volgende nummer is nummer 26. Nummer 26. Een 20 wordt aangestreept inderdaad. Goed. Het volgende nummer is nummer 63. En het volgende nummer is nummer 18. Nummertje 18. Hebben we ook een speler met nummer 18? Ja, ik weet het wel. Ahmed El Hamessaoudi. Een moeilijke naam, hè? Lastige naam, joh. Ahmed El Messaoudi. Ja, dat kan ik niet zeggen, hoor. Meest scorende middenvelder van FC Groningen. Dat kan ik niet zeggen. Dat wordt een beetje lastig. Dus volgende nummer is nummer 67. En we gaan door naar nummer 54. Wordt er al wat verteld in de chat, jongens? Of... Trampoline en robbershirtjes. Iedereen zegt trampoline en robbershirtjes. Oké, dat zijn wel, mooie dingen. Dus één van de twee gaat sowieso weg straks. Het volgende nummer is 56. 56. 56. Wordt je weggestreept? 56. Zie je hem ja, nog kijk, daar komt die. En het volgende nummer is 62. Nummertje 62. Jouw favoriete getal geweest, Piet? Nee. Wat is je favoriete getal? Mijn favoriete getal is 12. 12, oké. Okay. Wat een mooi nummer. Ja. Wie van jou dan? Nummer 16. Nummer 16? Kun je ook vertellen waarom? Gewoon, nummer dat altijd terugkomt. Ik vind nummer 16 gewoon een heel mooi getal. Oké. Gaan we door naar nummer 55. Nummer 55. De volgende is 48. 48. 48 staat daar. Hier, 48. En we gaan door naar nummer 58. Hebben we spelen met nummer 58? Volgens mij hebben we daar geen speler bij, Dani. Nummertje 58. Ik denk het niet. Nummer 31. Nummertje 31. Ik spiek even. Ik zie dat we nog wel wat moeten, dus ik ben wel benieuwd. Nog geen beller. Nummer 65. Nummer 65. En het volgende nummer is nummer 17. Nummer 17. Nummer 17. En het volgende nummer is... Nummer 47. Nummer 47. En de volgende is 43. Nummer 43. Nummer 43. En hij wordt wel aardig vol, zie je. Ja. Hij heeft heel veel oranje vakjes, dus... Hij wordt steeds voller. En de volgende is 44. Dat is toevallig. Nummertje 44. Nummer 44. Heb jij nou nu een nummer gemist? Vraag even in de chat welk nummer je nou mist. Of denk van, hey, ik denk dat die is geweest. Kun je altijd even vragen en dan komen we daar zeker op terug. En het volgende getal is nummer 66.
Nummertje 66. Nummer 66. Deze moet je ook weten. Nummer 7, ja, die weet ik sowieso. Dat is Ramon Pascal Lundqvist, onze middenvelder. Kijk eens, kijk eens. Maakt een hele mooie goal dit seizoen. En het volgende nummer is nummer 20. Daar komt hij, nummer 13. Nummer 13. Ongeluksgetal? Ja. Ja. Het ongeluksgetal. Maar misschien wel een van hun bingo. Misschien wel iemands gelievelingsgetal. Kan ook, hè? Kan ook. Je weet het maar nooit. Dan gaan we door met nummer 29. Nummer 29. Hebben we nog geen bellers? Nog geen beller. Spannende ronde, spannende ronde. Nummer 12. Nummer 12. En nummer 52. Nummertje 52. Duurt wel lang met deze bingo. Ja, ja. Laatst voor ze het best, maken hè? Het spannend, ja. Nummer 57. En we hebben een beller. Dus we gaan even controleren of deze goed is. Dan zijn we zo terug.
We hebben de bingo gecontroleerd en we hebben wederom een winnaar. Niek Hal, gefeliciteerd. En ik heb Niek aan de telefoon en zijn ouders helpen hem een beetje mee. Niek, weet je al wat jij wil? Welke prijs? Ja, vertel. Wat moet ik nog vertellen welke je kan kiezen? Zal ik dat even doen? Oké, nou, dan hebben we een FC Groningen dekbed overtrek. Hebben we een Play-Doh, dat is klei, een tandarts set. We hebben nog een soort kleurtafel. En aan de andere kant staat een Mario Kart Deluxe voor op de Nintendo Switch als je die hebt. Een schooltas met daarin een drinkbeker en een broodtrommel van FC Groningen. De allernieuwste zijn dat. Een Monopoly spelletje. En ik denk dat voor jou het paardenkasteel niet van toepassing is. Dus zo heel veel. Maar heb je een idee? Het dekbed overtrek? Heel, heel tof, super tof. Die heb ik ook hoor, dus dat is een hele goede keuze. Niek, gefeliciteerd. Ik geef de telefoon aan Yannick. En die vertelt dan even hoe het verder gaat, ja? Dan gaan wij verder met de bingo. Ja? Zullen wij dan verder gaan, Pien? Wij gaan verder. Zo, goed. Voor de volle kaart. We spelen dus voor de volle kaart, dat is de hele kaart. En we spelen dan voor op de trampoline of het Arjen Robben shirt, wat gesigneerd is door Arjen Robben zelf. Maar, wat nou als ze de hele kaart vol hebben en ze willen graag een van deze cadeaus? Kan dat dan ook? Als jij een volle kaart hebt en je wil een van deze cadeaus op natuurlijk de Playmobil en dekbed overtrek na, dan mag je natuurlijk een daarvan uitkiezen. Top! Gaan we verder? We gaan verder met nummer 53. Nummer 53. Het volgende nummer is 49. Nummertje 49. Nummertje 49. Ja, best, ja. Ik vind dat er weinig ballen over zijn. Ik denk dat het niet heel lang meer duurt tot dat voor elkaar is. Ik ben benieuwd. Nummer 37. Nummertje 37. En de volgende is nummer 32. Nummer 32. 32. En de volgende is nummer 15. Nummertje 15. Nummertje 15. Gabriel Goodson. Check. Speelt ook op de linkerflank, hè? Dat is Moël Nkouri. Nummer 22. Nummer 22. En de volgende is nummer 60. Nummer 60. En we hebben een beller voor de volle kaart. Dus we zetten jullie heel even in de wacht en dan gaan we kijken of deze vals is of deze goed is. Moment. Yes, en de bingo is gecontroleerd. Het was helaas een valse bingo. Dus we gaan snel verder. Dan kan de rest ook nog even kans maken op die volle kaart voor die prijs. Let's go. En de volgende nummer is nummer 74. En de volgende is 75. Nummertje 75. Ja, ja. En het volgende nummer is nummer 28. Ik denk niet dat het lang meer gaat duren. Dat denk ik ook niet. En net werd gevraagd of nummer 16 al was geweest. Nummer 16 is toch niet geweest? Ik zal het even voor de zekerheid controleren. Hij is inderdaad niet geweest. Nog niet geweest. Daar gaan we door. Nummer 68. Nummer 68.
Het volgende nummer is nummer 72. En de volgende is 51. Nummertje 51. We hebben er nog, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, nog 12 balletjes. En de spanning stijgt. Dan zijn we er volgens mij. Zal en we zijn. Gaan door naar nummer 9. Nummer 9. Nummer 9. En de volgende is nummer... 45. Nummertje... 45. 45. En de volgende is nummer 42. Het blijft wel in de 40 nu, hè? Ja. Maar ik ben toch benieuwd waar die laatste winnaar of winnares natuurlijk voor gaat. Ja, de spanning stijgt. Misschien wordt dit wel nummer 59. Nummertje 59. Wow. En de volgende is nummer... 3. Nummer 3. Nou, nu wordt het wel echt spannend. Ja, zit er echt nog een paar in. 4, 6, 8, 10. Ga jij hem verklappen? Ik ga hem verklappen. Dit nummer is van een hele goede speler. Nummer 10. En die is van meneer Arjen Robben. Dus nummer 10. En de volgende is nummer 73. Nummertje 73. Nummertje 73. Zit er nog een paar balletjes in? Nog 2? Iemand zegt nog 2? Wat wordt er nog meer gezegd? Nog 4, nog 6. Ah, hij zit wel in de lage aantallen. Maar het was spannend. Nummer 40. Nummertje 40. 40. En de volgende is nummer... Mijn favoriete nummer, nummer 16. Nummer 16. Nou. Oh, ik ben echt zeer benieuwd. Ik denk dat de telefoon staat roodgloeiend staat. Dat denk ik ook. Nummer... We hebben een beller, dus deze houdt nog even in spanning. We hebben een beller en dan wachten we even deze bingo af.
Yes, dames en heren, we hebben een winnaar. De bingo was goed voor de volle kaart en dit was de laatste prijs van vandaag. Ik heb Yara aan de lijn. Yara, gefeliciteerd. En net als net heb ik Yara al eventjes gesproken, dus dat was heel goed. En Yara, wil je nog één keer vertellen welke prijs jij wil? Trampoline. Yara kiest voor de trampoline. Dus Yara, deze krijg je. Gefeliciteerd. Yannick neemt zo de telefoon weer van mij aan en dan vertelt hij hoe het verder gaat met je prijs. En dan gaan wij hem hier afsluiten, ja? Hier komt Yannick weer. Doe. Doei. Yes. Iedereen hartstikke bedankt voor het meedoen aan de Mega Bingo. Mocht je nou niks hebben gewonnen, wees niet getreurd. In de mail die we hebben gekregen stond dat als jullie mooie foto's maken van hoe je de bingo aan het spelen was met papa, mama, vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes. Stuur die foto's, zet de foto's op Facebook. Of stuur ze even naar de Junior Club mail. En daar gaan wij nog een aantal leuke prijsjes onder verdelen. Heb je jezelf net even teruggezien tijdens de activiteiten? Of denk je dan van, hé, dat vind ik superleuk? Kan je altijd op de Junior Club site kijken. Of op de Terrence Prof site kijken. Van, daar wil ik altijd een keer aan meedoen. En geef je op. Hartstikke bedankt en tot de volgende. Natuurlijk is dit een indrukwekkend ontvangst. Maar als je ziet hoe groot het feest is bij de supporters, nu ze de finale hebben gehaald, nu ze hier mogen zijn, kan je wel nagaan hoe groot het feest zal zijn en wat er gebeurt als de beker ook daadwerkelijk wordt gewonnen. De bekerfinale is begonnen tussen PEC Zwolle en FC Groningen. Wordt het de tweede op rij voor Zwolle of de eerste ooit voor Groningen? De Leeuw, dit is meteen een grote kans ook voor De Leeuw. Haan heeft hem, lijkt het. Het levert uiteindelijk een hoekschop op. Maar vooral binnen 30 seconden de grote kans voor FC Groningen. Corner Rusnak. En daar valt hij er bijna in. Nu is het een doeltrap. Daar gaat het om. Daar is bijna inderdaad de kans alweer voor Groningen. Het is een goede trap. Maar niemand die uiteindelijk op de juiste plek het hoofd tegen de bal krijgt. Daar is Bottekin weer, maar nog net verdedigd. Door Nesit. Drost biedt zich aan. Nesit. Lukoki kan nu 1 tegen 1 met Burnett komen. Voorzet van Lukoki naar Nesit. En de kopbal op het hoofd van Bottekin. De eerste 5 minuten waren misschien nog wel voor Groningen met wat dreiging. Zwolle heeft die zenuwen van zich afgegooid. En is nu de ploeg wat met wat meer dreiging richting het doel van Pat. Het is nogal een eind. Van der Werf zou dat normaal gesproken ook heel hard kunnen. Maar ja, die is geschorst. Broersen heeft het ook wel eens zeer fraai gedaan. En dan hebben ze natuurlijk ook nog Van Hintem. Dat zijn de twee opties nu met de linksback en de linkercentrale verdediger. Het wordt de linksback van Hintem. En van richting veranderd. Stond Pat op het verkeerde been. Maar de bal gaat wel naast. Ik denk dat Pat toch even geschrokken zal zijn. Tibbling. Kieft de belt naast zich. Hier is Rusnak. Altijd is er dan bijvoorbeeld de ruimte voor Burnett om mee te komen. Paas van Sherry. Uiteindelijk bij De Leeuw. Schot van De Leeuw. Dat scheelt nog wel wat. Sherry,
Dit zou zo'n moment kunnen zijn. Sherry, 1-2 man kwijt. En dan komt hij net niet lekker uit om of de paas te kunnen geven of te schieten. Zo gaat het in fases waarbij de ene ploeg dan weer wat makkelijker de bal in de ploeg kan houden. En dan is het weer de ander. Zo is er geen echt overwicht tot nu toe geweest voor een van beide ploegen. Dit is goed van Lukoki. Mahi was hij al kwijt. Sherry is hij ook kwijt. Lukoki. En dat scheelt niet zoveel. Sterk gedaan. Opnieuw. Komt graag naar binnen. Makkelijk naar binnen. Houdt hier Sherry goed van zich af. En niemand die hem echt afstopt, maar de bal wel naast. Mahi. Goed gekopt die bal. De Leeuw. Dit is de kans. De Leeuw. Maar op de voeten van aan. Uitverdedigen is zwak. Daarna van Zwolle. Grote kans voor De Leeuw. Als Mahi dit heel goed doet in het duel met Van Hintem. Goed getimed, goed gekopt. De hoek is natuurlijk lastig. En Haan schermt die hoek goed af. Saimak onderschept. Saimak, paasje op Drost. Die gaat liggen. Wat vindt Liesveld? Liesveld vindt het niks. Saimak boos, Drost boos. Ja, Bottekin ook, maar dan omdat hij het zwal bevond. Die moppert vooral op Drost. Goed werkt daarna alweer van Saimak, waardoor Zwolle de bal heeft. En uit de kluts kan dat zomaar het doelpunt opleveren. Daar is de kans, maar de redding van Pat. Thomas bijna met 1-0 voor Zwolle. De actie van Saimak goed. Het paasje natuurlijk ook door de benen van Lindgren. En is dit dan een strafschop? Nee, dat is dit toch niet. En daarna was Thomas weliswaar niet het doel van Nesit met die paas. Maar goed, hij krijgt hem mee en krijgt de kans. Sherry helemaal vrij. Met drie man van Groningen tegen vier van Zwolle. Hier is Antonia. Antonia legde bij de tweede paal. Althans, dat was het idee. Roesnak, vrije schietkant en het doelpunt van Roesnak. De helft van het stadion wordt helemaal gek. En de andere helft weet even niet waar te kijken. Hier zijn ze door het dolle. Hij heeft de kalmte weer hervonden. De bank stond natuurlijk ook al met z'n beetje allemaal op het veld. En daar de teleurstelling. Opeens is daar heel veel ruimte voor Sherry en dus ook voor Groningen. Antonia zoekt De Leeuw bij de tweede paal. Die vindt hij niet, want via de rug van Van Hintem komt hij zomaar voor Roesnak. Die raakt hem niet hard. En dan wordt hij van richting veranderd. Is het een eigen doelpunt misschien eigenlijk wel van Broersen? Want als die bal niet raakt, denk ik dat het een hele makkelijke redding is voor Haan. 25 minuten nog. Groningen op voorsprong. Sherry. Nou, je weet ook dat als je Groningen ruimte gaat geven, dat het heel snel ook zomaar 2-0 kan zijn. Want hier is Antonia alweer. De paas. Sainsbury glijdt hem goed naast. Als Antonia die bal bij De Leeuw krijgt, is het toch echt 0-2. Zes Europese wedstrijden voor wie hier vandaag met de beker van het veld gaat. Daar ben je dan van verzekerd. Hieftenbelt wel. Die moet springen voor zijn enkels. En wil dan Antonia wegsturen. Allebei lukt. Antonia heeft drie man voor het doel. Kan hem ook wat meer terugleggen. Antonia legt hem bij de tweede paal. Roesnak. En het is 2-0. Roesnak met zijn tweede. Wat speelt Groningen dit goed uit. En nu is er geen teleurstelling, maar is er ontzetting bij de Zwolle supporters. Want er is nog een kwartier te gaan. En Groningen brengt de marge op 2. Kieftenbelt, hij doet het goed. Is het buitenspel? Net aan niet, heb ik het idee. Het scheelt niet veel hoor. Assistent scheidsrechter Boman staat op één lijn. Die laat het doorgaan. En dan doet Antonia dit perfect. Kijken, wachten, kijken, kijken. En dan op maat neerleggen. En Roesnak schuift hem beheerst binnen. De invaller met een hoofdrol bij beide doelpunten hoor, Antonia. Beide doelpunten van Roesnak. En Zwolle met alles wat het nog heeft op jacht naar de 2-1.
Bijvoorbeeld via Nijland. Schot geblokt. Nog eens Nijland. Nu is de kans daar en is de redding daar van Pat. Iets te zacht. Hij plaatst hem in de hoek. Maar net niet hard genoeg om Pat te kloppen. Het is De Leeuw die eruit gaat. Hij dus geen topscorer geworden van het bekertoernooi. Daar Johnson en Leandro Bacuna. Met Harkemaanse Boys en de finale van de Districtsbeker. Met Aston Villa in de finale van de FA Cup. En nu in de ploeg komt Juninho Bacuna. Broertje. En hij speelt de KNVB-bekerfinale met FC Groningen. Botteguin blijft daar weer rustig. Wat een seizoen maakte hij door. Zo onwaarschijnlijk belangrijk voor FC Groningen, Erik Botteguin. En nu is Antonia weg. Wordt het ook nog 3-0. Bacuna vraagt. Bacuna krijgt. Maar raakt hem helemaal verkeerd. De bank van Groningen al opgeveerd om de 3-0 te vieren. Maar niet binnengeschoten. En aan de andere kant is hier Nesit met een laatste kans. Nee, geen laatste kans. Daar Nijland. De Nijland die feest mag vieren. FC Groningen wint voor het eerst in de historie de KNVB-beker. Het is een rijtje dat de FC Groningen supporters nog jaren zullen kunnen opnoemen. Barendrecht, Flevo Boys, Volendam, Vitesse, Excelsior en Pek Zwolle. Die werden uitgeschakeld, die werden geklopt op weg naar een historische finale. Op weg naar een historische beker voor FC Groningen. Daar is Erwin Koeman. Daar is de KNVB-beker voor FC Groningen. Er is vandaag historie geschreven. Voor het eerst in de geschiedenis wint FC Groningen de KNVB-beker. En dat wordt nog een hele mooie week. Daar in het noorden.